Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 1 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. En ik ben gewoon een beetje in de war dat het alweer 1 november is. Dat de ene laatste maand van het jaar is aangebroken. De tijd gaat zo onwijs snel. En soms is het lastig om daar dat mee te maken. Omdat sommige dingen... Die voel ik nog zo als de dag van vandaag of als gisteren. En die zijn dan alweer best wel lang geleden. En dan denk ik van, waar blijft de tijd? Het gaat allemaal zo hard. Ik bedoel, het raast in een hard tempo eigenlijk voorbij. En ja, dat voelt soms gewoon een beetje gek. Maar goed, daar doe je niks aan. De tijd gaat gewoon eenmaal snel. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden en daarna Politie Rotterdam met Ewout. Best wel heftige dingen weer. En wat mij ook wel opvalt is dat ik de politie best wel grof vind. Ja, soms dat er best wel dingen worden gezegd dat ik denk van oeh, dat vind ik best wel heftig als iemand van de politie dat zegt. Nou weet ik niet of dat ook anders is in een stad of zo, maar... Ja, ik vind dat soms best wel heftig. En ja, ik snap best wel dat je het soms zat wordt als mensen dwars liggen. Maar ik denk toch dat je het in alle tijden wel netjes moet blijven. Maar goed, dat is mijn mening. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn vlog gaan afmaken. En heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken, want die was niet zo mooi. Ik moet niezen. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en zie mij graag. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ja, in het begin had ik er een beetje moeite mee met doorheen komen. En nu vind ik het echt een superleuk boek waar ik gewoon echt wel van geniet. Ik ga zometeen de woonkamer weer lekker doen. Ik heb voor jullie eventjes mijn sportroutine weer een keertje gefilmd. Leek me alweer een keertje leuk. Maar ik ga eerst eventjes een pakketje met jullie uitpakken. Want ik heb weer nieuwe make-up binnengekregen. Dus die wil ik jullie graag eventjes laten zien. Dus dat ga ik even doen en dan ga ik aan de gang. En dan zal ik jullie mijn sportroutine weer even laten zien. Onder het mom waar ik het net ook met jullie over had. Heb ik, dat de tijd zo hard gaat, heb ik ook al een kerstcollectie weer binnen. Want ja... Katrien had een kerstcollectie aangekondigd, maar ik had niet verwacht dat die al zo snel erbij zou komen. En wat heb ik hier gekregen? Oh, het zijn geurtjes. Ja, het zijn twee geurtjes van Izzy Miak. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die zitten er allereerst in, zie ik. Dan gaat dit om de collectie Magic Christmas Story. En hij is echt letterlijk net aangekondigd en hij was er ook al. Hij ligt eind november echt in de winkel, maar ik heb hem alvast binnen. Ik heb 3 lipsticks. Ik laat ze even dicht zitten. Ik zal even de kleuren in beeld zetten, want ze zijn nog helemaal gesealed. En dan moet ik die sealing nu weer rap openmaken. Ik doe het liever even op mijn gemakje. Ik heb hier de kleur 01 Celebration at Dance. Dat is die. Dat is een rode kleur. Dan is dit de 02 Pas de Deux. Het is Frans. Ja, dat kan ik niet uitspreken. En dan hebben we hier de C03 Dancing Snowflakes. Dus dat is die. Ze hebben het heel goed ingepakt. Dat is wel fijn. En het grappige is, ik kreeg dus ook echt van jullie te horen dat er meer mensen waren die het heel vervelend vinden dat ze soms dat producten soms in de winkel gezwart zijn. Dus dat best wel veel van jullie online overstellen. Dat vond ik wel leuk om te horen. Dan hebben we hier 3 nagellakjes. Dit is de blauwe. Ja, hoe ga ik die naam lezen? Want het is wel heel klein. C01 Land of Shine, denk ik dat die heet. Een blauw kleurtje. Stel ze even scherp, joh. Dan hebben we rood. Dat past natuurlijk helemaal bij de kerst. Dit is de C03
Land at Switch. Het is moeilijk leesbaar, maakt niet uit. En goud. We hebben goud. En dit is de kleur. Die ga ik dus niet kunnen lezen, want er zit witte tekst op dit potje. C02. Chef's Adventure. Nou, het is gelukt, jongens. Dan hebben we nog twee cheeky lighters. En dat zijn deze. Met de namen C02 Sugar Plum Fairy. Dat is die. En we hebben de C01 Mother Ginger. En het pronkstuk denk ik wel van deze collectie is het oogschaduwpaletten. Ook deze zit nog helemaal gesield. Ik zal even het plaatje van de binnenkant laten zien. Dat is deze. En deze heeft de naam C01 de Nutcracker. Ik vind het wel leuk, want je ziet dus allemaal ook inderdaad van die notenkrakertjes erop staan. Dus dat is die nieuwe collectie. En ik heb eventjes de andere gloss mee besteld van Disney, want die was er ook. Deze. En nog de andere bronzer van Winnie. Daar ga ik ook nog een extra video over maken. En uiteraard, hier staat dan tijgertje of knorretje in. Uiteraard kun je van die collectie van Catrice ook nog een uitgebreide video verwachten. Maar die zal volgende maand komen. Een beetje omdat het echt een kerstcollectie is. Die heb ik in ieder geval binnen. Hij is dus al online te koop. Maar hij komt ook gewoon in de winkels als je liever in de winkel wil shoppen. Ik ga even opruimen. Dan ga ik aan de gang. En dan ga ik jullie nu mijn sportroutine laten zien. Katjes zijn nu de laatste brokjes aan het opeten. Ik heb alles lekker klaar, maar ik ben nu een beetje gaar. Maar dat komt, ik heb een hele slechte nacht gehad. Ik werd om 6 uur een keertje wakker. Nou, ik werd een keer wakker van de katten die ruzie hadden bij de kattenbak. Want dat hoor ik dan zeg maar wel gewoon in mijn slaapkamer. En ik keek om me heen. Ik denk, dit is nog heel vroeg, want het is nog donker. Dus toen keek ik eventjes hoe laat het was. Het was echt letterlijk 6 uur. Ik dacht, serieus. Toen ben ik naar de wc gegaan. En toen ben ik weer in slaap gevallen. Toen werd ik daarna vrij kort daarna weer een keertje wakker. Nou, toen ben ik uiteindelijk wel weer in slaap gevallen. Maar ik ben nu dus een beetje gaar. Want ik merk dus dat ik niet echt lekker aan één stuk door heb kunnen slapen. Dus dat moeten ze niet te vaak doen, dat ruzie maken. Want ik word er dus toch echt wel wakker van. Ik heb ook even de klok weer goed gezet op de slaapkamer. Die stond ook nog steeds niet goed. In de woonkamer had ik al wel gedaan. Maar die heb ik ook eventjes weer goed gezet. Nou, hier is alles lekker schoon. De bank weer helemaal goed af stof gezogen. Dus dat is altijd wel lekker. Dus alles is gewoon weer lekker fris. Daarna nog eventjes lekker in mijn bullet journal aan de gang geweest. Dus dat was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik had muziek erbij aan. En ik vergeet altijd. Ik luister altijd muziek met mijn iPod. En ik vergeet dus altijd dat ik mijn kerstmuziek eraf moet halen. Maar die laat ik er dan op staan. Dus er kwam er alweer een kerstnummer voorbij. Toen dacht ik, nu gaat het fout. Dus die heb ik gelijk doorgespoeld. Want dat kan ik dus nog niet aanhoren. Daar vind ik het echt nog te vroeg voor. Maar goed,
Prima. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Eventjes in de relaxmodus. Ik ben echt een beetje zat. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. En ik denk nog wel eventjes een spelletje doen. En dan ga ik lekker eventjes een thumbnail maken. Even de laatste twee foto's van mijn blogpost nog straks. En dan ga ik die schrijven. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. En daarna weer met oogappels, veel zin in. Dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En dan ga ik lekker slapen. En dan vind ik het ook wel weer mooi geweest. Ik ga die dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 2 november. Ik ben klaargemaakt. En het is zo hard aan het waaien buiten. Er is ook een storm voorspeld. Ik heb wel het idee dat hij meer langs de kust raast dan dat hij echt midden in het land zit. Dat bedoel ik dus eigenlijk mee dat als je zodra meer dat je meer bij de zee en zo bent, die daar heel heftig is, maar dat je zodra je meer eigenlijk de zee verlaat, dat het daar niet zo heftig is. En ik zit niet bij zee, dus het waait wel heel flink, maar ik denk dat het nog meevalt. Er is wel heel wat regen voorspeld en ik moet straks wel de deur uit. Ik weet nog niet hoe laat en ik hoop eigenlijk wel voor dat ik het droog kan houden, maar het is behoorlijk heftig hoe het waait. Ik zie ook echt dat die boom daar al, als ik naar buiten kijk, zie ik een boom. En die heeft ook echt bijna geen blaadjes meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is ook herfst. Ik heb gisteren gekeken naar Het Perfecte Plaatje en Goede Tijden. Het was eigenlijk allebei wel weer heel erg leuk. Dus daar heb ik wel weer van genoten. Kom maar, Mickey. Ja, Mickey die is een beetje miauwerig. Ook elke keer als ik naar bed toe ga, dan gaat ze miauwen. En dan zeg ik ook echt, Mickey, nu gaan slapen. Niet dat het helpt hoor. Ik bedoel, het is een kat. Daar kan ik tegen praten, maar of ze me verstaan, dat weet ik niet. Maar goed, dus dat heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik een blogpost gaan schrijven, want ik had nog even een nieuwe foto gemaakt. Dat is allemaal gelukt. Toen ben ik de thumbnail gaan maken voor de vlog die inmiddels online staat. En toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. Superleuk. Heel spannend. En daarna had ik weer oogappels, wat ook wel weer heel mooi was. Het was alleen heel vervelend. Het praten liep weer niet synchroon aan de tekst, zeg maar. Dus ik zag de mond al bewegen en de tekst die kwam wat seconden later. Dus ik moet wel even kijken of dat opgelost is straks. Want dit keek heel vervelend. Ik vond het heel naar kijken zo. Ik irriteer me er normaal aan als het een klein beetje is, maar dit was echt onwijs. En daar irriteerde ik me nog meer aan. Dus dat vond ik echt wel heel vervelend. Maar goed, ik moet even kijken hoe ik dat op ga lossen. Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. En toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek al uitgelezen. Die had ik nog niet helemaal verwacht. Ik dacht, nou, ik heb nog wel even, maar ik had hem al uit. Dus dat ging snel. Ik heb een pakketje binnen. Die ga ik jullie nog even laten zien. Het is wederom make-up. Als je dat nou helemaal niks interesseert, spoel het gerust door hoor. Maar ja, ik laat het toch altijd zien om ook voor de mensen die het leuk vinden om te zien, op de hoogte te houden wat er momenteel in de winkels ligt. Want dit is weer een trendeditie waar ik heel erg naar uitgekeken heb. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik stofzuigen en dan wacht ik wel even af tot mijn coach wat laat weten. Ja, en dan kan ik altijd nog even wat oppakken hier en daar. Want ik heb echt nog geen idee hoe laat zij komt. Maar ik zal even het pakketje erbij pakken. Hier is het pakketje. Het is een collectie die vanaf begin deze maand al in de winkel zal liggen. En ik had ook eigenlijk een Revolution, die bracht ook zoiets uit. Hallo, zien jullie mij nog? Want er gaat nu een kat voor mijn camera zitten. Die gaat precies voor het schermpje zitten. Revolution had ook zo'n soort collectie uitgebracht, maar die had ik eigenlijk nog niet gekocht, want die producten zijn toch iets duurder. Ik dacht, nou, ik kan later altijd nog, want hij ging ook niet zo heel erg hard. En ik denk, ja, straks gaat hij in de uitverkoop, dan zou ik het ook altijd nog kunnen doen. Maar toen kwam Essence met ook een collectie van precies hetzelfde onderwerp. Het is namelijk letterlijk... Oh, wat leuk. Ik heb een crampje erbij gekregen. Altijd leuk. Het is de collectie Emily in Paris. En als ik iets leuk vind op Netflix, is het Emily in Paris. Ik kijk daar elk jaar weer naar uit. Volgende maand komt die volgens mij weer online. En ik heb er al zin in. Ik kreeg trouwens nog een kwastje gratis. Maar ik heb dus heel erg gewacht op deze collectie. En elke keer in de gaten gehouden. Van, staat hij er al? Staat hij er al? Dit kwastje had ik erbij gekregen. Maar elke keer was hij er nog niet. En gisteren was hij er ineens. Dus ik heb hem besteld. Ik ga het jullie even laten zien.
Ja, ik vind hem fantastisch. Moet je ding zijn. Ik ga hier ook een video over maken. En die komt ook al vrij snel. Ik heb hier allereerst een mascara. En die is dan in Emily in Paris gesteld. Het is eigenlijk een mascara die Essence ook in het vaste assortiment heeft of heeft gehad. Dat weet ik zo momenteel even niet uit mijn hoofd. Omdat de collectie zo snel wisselt. Maar dit is dus een Extreme en Volume and Curl. Maar hier staat dus Emily in Paris op. Dus dat is die. Dan heb ik hier de 2-in-1 cream eyeliner plus brush. En dit hebben we al vaker gehad bij een collectie pumpkin, iets met pompoenen. Dat is dus gewoon zo'n... kijk, dan heb je hier eyeliner en hier het kwastje waar je het mee aan kan brengen. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik hier de Baked Blush Lighter. Dit is dus een blush lighter die dus baked is. Maar hoe leuk. Ik word zo blij van die Eiffeltoren, jongens. Ik heb hem nog nooit in het echt gezien, maar ik zou het zo graag een keer willen. Lipgloss. Sorry, lippenbalsem. Hallo, doe eventjes. Die is ook super leuk. Dan hebben we hier een lipolie. Ook altijd lekker, plumping lipolie. Dus ik ga ervan uit dat hier weer in, iets van menthol in zit. Hoe leuk ook die kusjes erop. Nou, ik word er helemaal enthousiast van. Lipstick. Een matte lipstick. Dat is die. En het pronkstuk van de collectie is het oogschaduwpalet. En daar staat Emily ook op. Hoe leuk. Als je hem dan open doet. Kijk, komt de Eiffeltoren eruit. Hoe leuk. Hele leuke kleuren. Nou, ik ben er helemaal enthousiast over. En ik heb nog twee bronzers. Die zijn ook nieuw. Die zijn van Patrice. Die heb ik besteld. Daar was ik ook wel nieuwsgierig naar. Er zaten ook kwasten bij. Die heb ik gelaten. En dat zijn deze. Die zijn ook enkel en alleen online te koop. Hele grote. Dus die. Dit is een 20 medium brons. Uiteraard komt van die Emily in Paris collectie een uitgebreide video online. Maar die had je misschien al zien aankomen. En ik heb ook de kleur. Even openmaken. Dat is altijd een dingetje. Maar komt helemaal goed. Geen probleem. Mijn haar zit er nu in vast. De kleur 10 Light Bronze. Die is dan wat lichter. Dus ga ik gewoon kijken welke van de twee het beste past. Maar die zien er ook super mooi uit. Hier zal denk ik... Ik weet niet of ik hier nog een video van ga maken. Misschien als jullie het leuk vinden. Maar dat is dus de collectie van Essence. En ik ben er helemaal happy mee. Vorige week was ik al eventjes in de winkel geweest. Om te kijken of die toevallig al lag. Maar dat was natuurlijk nog niet. Maar ik dacht, ja, ik wil hem echt niet mislopen. En toen ineens was hij er. Helemaal blij mee. Ik ga even stofzuigen en wat doen. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik neem jullie nog wel eventjes mee met boodschappen doen. Ik heb alvast mijn jas aangetrokken, want ik ga zo de deur uit. Maar ik heb dus nu mijn nieuwe sjaal om van de Tuinland. En het lijkt nu heel overdreven, maar het zit wel heel lekker. Ik kan alleen niet zo heel ver. Maar als je gewoon je jas er zo over aan doet, gaat het wel goed. En ik dacht, ja, het waait zo hard, het kan wel. Dus het zit wel lekker. Gewoon met leukjes erbij. Ik ben klaar voor het stormpje. Boodschappen gelijk lampjes aangedaan. Het was op zich, het viel. Het was niet heel koud, maar ik heb toch wel koude handen. En ik was toch blij dat ik mijn sjaal om had gedaan. Want ik had toch wel zoiets van... Ja, ik vind het toch wel heftig, zeg maar, dit. Ik heb voor bij de soep straks even broodje. We gingen de soep maken. Daar heb ik al zo'n zin in. Dan heb ik toch weer even alvast het kattenvoer. Ik ga hem dan aanbreken. En ik ben dan altijd zo bang dat het, ik zo snel weer misgrijp. Dan hebben we spekjes.
dan heb ik deze, de kroketletter. Het is eigenlijk een beetje een soort Sinterklaas ding, kun je ook wel zien. Maar ik zag dit en het leek me echt heel erg lekker. Hij kan in de oven en in de airfryer, dus dat is natuurlijk ideaal. En hoe leuk is het? Gewoon een kroket in de letter van een S. Misschien ook leuk met pakjesavond om te eten of zo. Frikandellen. Handschoentjes. Dan heb ik toetjes. Dan heb ik ook weer even deze. Dan heb ik hier uien en paprika voor de goulash. Ik ga maandag goulash maken. En ze hadden nu 2 paprika's voor €1. Dus ik heb gewoon 2 kleintjes en 2 kleinere uitjes. Dit kostte letterlijk €1,40. Dus nou, daar kun je het niet voor doen. Dan waren deze in de aanbieding. Dit is echt mijn favoriet. De choco met echte slagroom van Almhof. Als die in de aanbieding is, wil ik hem wel eens kopen. 1 plus 1. Dus daar heb ik er 2 van. Slaapwinken. Mijn andere toetje. Dan heb ik nog een dingetje met soepballetjes. Want ik had er nog eentje staan. Ik doe er altijd 2 in. Want ja, ik hou wel van een beetje veel soepballetjes. Dan heb ik hier de koffietets. Het was echt super goedkoop. Dat waren de 50 voor €3. Dan gaan we even naar de andere tas. Daarin heb ik buschuit. Een verloerslekking. Dat zit gewoon zo lekker warm. En ik vind het altijd wel heel leuk om zeg maar met ook de winterdag zeg maar een jurkje te dragen. Maar dan moet er wel een lekkere warme lek. Ik moet hem wel even passen. Want ik heb wel een maatje M genomen. Dat is 40-42. Dat heb ik alleen meer gedaan dat hij niet gaat afzakken. Want ik merk altijd met die kleinere maten die zakken zo af. Ik moet wel even kijken wat mooi zit bij de benen. Anders moet hij terug. Maar ze hadden ook geen kleinere maat. Dan hebben we weer de bonen. Chocomel. Oh ja, dat wilde, daar wilde ik eventjes naar kijken. Ik had deze gekocht. En ik wilde dus even checken. Want ik zag dat ze bij Lidl €2,55 waren. En ik wist even niet wat ik nou bij de bonen heb betaald. Maar daar zijn ze €2,49. Aardappeltjes. Uiteraard champignons. En dan heb ik hier nog een verdwaalde boom die uit het zakje is gevallen. Dus dat was het. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen nog. Want daar heb ik wel zin in. Even wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en mijn soepje eten. Want daar heb ik dus zin in. Vanavond heb ik 2 schermen. Want ik ga gewoon goede tijden kijken. Maar Ajax speelt ook. En dat wil ik zien. Tegen Volendam. Inhaalwedstrijd. Met de nieuwe trainer. Heel benieuwd naar. Dan ga ik, ik denk nog eventjes dat programma met die erfenissen kijken. Want dat voorstukje was echt heel heftig. Dan ga ik me nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Lekker verder met mijn Netflix-serie. En zie mij graag op Videoland. En dan ga ik een nieuw boek starten. En daar heb ik ook wel zin in. Dus dat wordt mijn planning voor vanavond. Ik ga nu in ieder geval even schaal opruimen en lekker in de relax-modus. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 4 november. Ik ben klaargemaakt. En ik heb net een video voor jullie opgenomen. Met de Pink is the New Black collectie van Essence. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. Ik merk toch dat ik een beetje verkouden ben. Dus het gaat allemaal niet zo heel... Eén mogelijkheid die ik zie is 4 Essence op het adres. Fantastisch. Siri ging zich ermee bemoeien. Dat was even wat minder. Het is een beetje zonnig. Dus nou ja, goed, we zien het wel wat het vandaag wordt qua weer. Het heeft gisteren best wel lang doorgewaaid. Want ik lag gisteren in bed en toen hoorde ik het heel erg waaien. En de wind ging echt zo finaal zo door. Ik hoorde gewoon heel erg mijn slaapkamerdeur klapperen. Dus ik kwam wel echt goed de slaapkamer in, zeg maar. Dus ja, dat eigenlijk. Nou, gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer Waar is mijn erfenis. Was op zich wel interessant, maar ook wel heel heftig hoor. Al die ruzies altijd. En ik had ondertussen natuurlijk Ajax en ik was heel blij, want Ajax heeft gewonnen. 2-0 gewonnen. Het had wel weer meer kunnen staan, maar de bal wilde er niet in. Maar ik vond het spel op zich wel goed. Het was weer een Ajax wat je graag wil zien en... Dat zei ik afgelopen zondag ook al. En dat gevoel had ik nu ook wel weer heel erg. Dus nou ja, goed, dat is wel, was wel leuk. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet nog even 1 nieuwe maken, want die vond ik gewoon niet mooi. Daar ben ik altijd best wel kieskeurig in.
Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en Zie mij graag. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek gestart. Maar ik merkte ook wel dat ik moe was. Dat ik gewoon ja, door de wind naar buiten geweest. En ja, merkte toch gewoon, ik ben een beetje verkouden. Dus niet helemaal ja, fit. Ik ben op zich wel fit, maar je merkt wel dat je er gewoon wat meer vermoeider van wordt. Ik heb een superleuk nieuw spel gekregen van mijn moeder. En dat is echt heel erg leuk. Het heeft een beetje een verhaal. Dit spel werd aangekondigd. Dat heet namelijk Disney Dreamlight Valley. Dit spel werd aangekondigd volgens mij begin van het jaar of eind vorig jaar zoiets. En het zou een free-to-play game worden. Dat betekende dus dat je hem gratis zou kunnen gaan spelen. Maar eerst werd hij te koop aangeboden voor mensen die niet konden wachten. Dus die heel veel mensen hebben die game gekocht en waren helemaal lyrisch. Nathalie en ik zaten nog steeds te wachten tot hij gratis zou worden. En toen dacht ik gelezen te hebben dat hij vanaf volgende maand gratis zou zijn. Toen uiteindelijk hebben ze dus aangekondigd dat hij helemaal niet gratis werd. En toen hebben we uiteindelijk allebei dit spel van mijn moeder gekregen. En ik ga dit spel aan jullie laten zien. Want ik ga het spelen en ik ga het jullie laten zien. Dus dat wil ik vandaag doen. Mocht je dit gewoon echt niet interessant vinden, die games en zo, spoel het gerust door hoor. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te laten zien, omdat het echt een heel leuk spel is. En het is ook wel het is wel een Disney game, maar het is nog best wel moeilijk hoor. Want het is allemaal Engels en het is niet heel makkelijk. En ik ben ook nog helemaal niet ver, maar ik ga jullie gewoon meenemen in deze game. Dus dat ga ik doen. Dus nou ja, ik ga in ieder geval eerst even stofzuigen en zo. Dan ga ik jullie de game laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Wel een goede middag gehad zo. Dus dat was eigenlijk prima. Ik heb nog wel even wat kleine klusjes gedaan. Want dat was ook wel even fijn. Dus ik heb nu de potloden bladen afgemaakt. Ik moet alleen nog even dat verder invullen. Maar dat komt wel goed. Dus dat was verder prima. Katjes hebben net lekker gegeten. Nu ga ik zometeen even relaxen. Want ik heb gewoon niet al te best geslapen. En ik heb ook weer heel erg veel last van de eczeem onder mijn ogen, waardoor ik er ook heel snel dan heel moe uitzie. Dus die moet ik straks ook weer even goed gaan insmeren. Dus ik ga straks lekker douchen, dan ga ik lekker eten en vanavond lekker flikken Rotterdam. Daar heb ik heel veel zin in. Dan ga ik nog even een spelletje doen en de video in elkaar zetten. Even de beelden ook checken van de video die ik vandaag heb opgenomen, of het allemaal goed is gegaan. Ik hoop het wel. En dan ga ik mijn blogpost schrijven
lekker verder met de serie op Netflix. En daarna weer in grote familie. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik moet ook echt heel nodig mijn kaartje legen. Want ik heb echt bijna geen filmminuten meer. Dus die moet ik vanavond ook even gaan legen. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 5 november. Ik ben klaargemaakt. Nou, vandaag is er echt heel veel regen voorspeld. Dus ik ben heel erg benieuwd of het straks nog gaat komen. Het is nu nog een beetje zonnig, maar de regen die zit er wel donkere buien hoor. Dus ik denk dat het straks wel gaat regenen. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikker Rotterdam. Dat is echt een super mooie uitzending. Ja, ik geniet er toch altijd wel weer van. Dus ja, dat vond ik ook wel gewoon weer leuk. Dus dat was gewoon heel fijn. Daarna heb ik nog even een spel gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en heb ik mijn blogpost geschreven. Toen heb ik mijn Netflix-serie verder gekeken die super spannend is. En daarna nog wel even één grote familie. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat is ook alweer een leuk boek. Dus nu kon ik ook weer wat verder met lezen. Dus dat was wel fijn. Ik heb vandaag wat dingen die ik wil doen. Ik moet de kwasten wassen van mijn make-up. En ik moet echt eventjes... Ik heb de lamp in de keuken en die is zo vies. Die moet ik echt eventjes in een sopje met Dasty gooien. Dus dat wil ik eventjes ook gaan doen. Ik zal je zo meteen wel even laten zien hoe die eruit ziet. Want er zit ook beest in. Hij is een beetje vet geworden. Dus ik wil even proberen of dat met Dasty wegkrijg. Want het is geen glas. Het is een lamp van plastic. Maar ik ga het jullie zometeen gewoon laten zien. Dus dan ga ik jullie meenemen. En dan ga ik nog even in mijn bulletje of een blog in YouTube boek aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Tijd om even aan de gang te gaan. Ik heb dus die lamp er even afgehaald. En dan word je ook echt letterlijk niet blij van. Want je ziet gelijk hoe vies die is. Ik dacht eigenlijk dat er ook nog een wesp in zat. Maar die zit er blijkbaar niet meer in. Maar ik zie ook dat langs die rand hij best wel heel vies is. Dat ga ik ook even schoonmaken. Dus ik ga hem even inspuiten met de Dasty nu. En dan ga ik hem gewoon even in de afwasbak leggen. In de hoop dat die Dasty het dit gaat recht trekken. Maar dat moeten we maar even zien. Deze is weer helemaal schoon. De randen waren wel een beetje lastig, maar al het vet is er wel af. Dus dat is heel fijn. Dus dan kan die mooi weer terug erop. Want ja, ik vond het toch wel heel vervelend. Maar nu kan die er mooi weer in. Dus dat is lekker. Zo, ik ben lekker klaar. Mijn haar zit een beetje gek. Het wilde niet echt vandaag, zeg maar. Ik had het gewoon zo in zo'n, met zo'n klem. Maar dat wil niet echt lekker. Ik heb gewoon een beetje een slechte haardag vandaag. Ik ben blij met de klusjes die ik heb kunnen doen. Ik ben heel blij dat die lamp schoon is, want dat was echt heel hard nodig. Dus die is gewoon weer heerlijk schoon. Nou ja, daar ben ik heel blij mee. Kwasten zijn klaar, dus ook weer lekker. Nog even in mijn blog en YouTube boek aan de gang geweest. Dat was ook wel fijn. Nu hebben de katten net lekker gegeten. En ga ik zo eventjes lekker relaxen. Vanavond ga ik even, ik denk ook wat een jaar kijken. Ga ik toch gewoon via Videoland kijken. Want dat vond ik ook altijd heel leuk. Maar ik kwam net tegelijk met die Alles Kunnen Vips en Kou van Holland. En dat was al begonnen. Dus ik dacht, nou dan kijk ik dat later wel. Nu heb je vanavond toch verder niks.
sowieso nog wel eventjes lekker gamen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En mijn Netflix-serie kijken. Daarna weer even één grote familie. En dan ga ik ook lekker naar bed om mijn boek te lezen en dan lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. En vandaag is het echt 5 november. Ik had gisteren met Erte, zag ik in de vlog dat ik vrijdag en gisteren de verkeerde datum tegen jullie zei. Ik liep een dagje voor, maar nu moet ik het weer even goed oppakken. Het is dus vandaag echt 5 november. Het is een beetje regenachtig. Nu komt de zon er weer een beetje doorheen. Het is een beetje gek weer. Het is wel echt herfst. En ik heb heel diep geslapen, waardoor ik mijn kaak heel erg heb aangespannen, denk ik. Want ik heb hier dus een beetje pijn. Dus geen kiespijn of wat dan ook. Gewoon echt mijn kaak die heel gevoelig is. Dus dat merk je met drinken nu een beetje. En met praten ook wel. Maar goed, ga er gewoon vanuit. Zoals als ik dan gewoon vanavond weer eet en zo, dat het allemaal wel weer goed komt. Gisteravond heb ik eigenlijk niet echt meer iets teruggekeken of zo. Ik ben eventjes mijn Disney-spel gaan doen. En die had ik op de tv. Alleen ik zag dus dat mijn Pro-controller leeg was. Want hij ging niet aan, dus die moet ik eigenlijk even op de oplader leggen. Dus nou ja, dat wil ik wel eventjes doen. Ik heb dus de vlog in elkaar gezet. Ging hier niet super makkelijk of zo. Maar goed, ja, daar moet ik maar gewoon even doorheen. Ik weet dat het inmiddels gewoon niet zo heel makkelijk is. Omdat de laptop wat problemen geeft. Maar goed, zolang het hier doet, doet hij het denk ik dan maar. Ik heb wel weer lekker een Netflix-serie gekeken. Ik geloof dat ik nog maar 2 afleveringen heb. En dan ben ik daar doorheen. En nog eventjes één grote familie. En dat was ook wel weer leuk. Dus toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik heb dus nu, omdat ik het heel erg koud heb in bed. Ik merk dus als ik mijn boek ga lezen. Ik zet mijn e-reader altijd tegen mijn kussen aan. Ga ik op mijn rechterzij liggen lezen. Die zet ik tegen het kussen aan die ik niet gebruik. Maar ik merkte dus dat ik heel erg mijn lichaam aan het verkrampen was, omdat ik het dan heel erg koud heb in bed. Dus ik heb gewoon een kleed omgeslagen en dat was wel heel lekker, want dan heb je gewoon, en je ligt onder het dekbed en je hebt een kleed om. En toen kon ik zeg maar gewoon mijn boek lezen zonder dat ik last kreeg van mijn nek of zo, omdat ik me niet zo aan het aanspannen was. Dus dat was wel fijn. Ik ga zo meteen even stofzuigen en de bakken scheppen en even de groenten afhalen. Ik ga straks ook gewoon weer foto's maken. Ajax hoeft pas om 16:45 vanmiddag. Dus ja, dat moet ik gewoon, daar moet ik gewoon even op wachten. Ik vind het altijd lekkerder als ze om 14:30 moeten. Maar ja, dat kan niet elke week feest zijn natuurlijk. Want ja, andere ploegen mogen ook wel eens op die tijd. Dus dat is vanmiddag dan. En dus dat duurt nog eventjes. Dus ik ga jullie straks wel weer de fotospullen laten zien. Maar nu ga ik eerst eventjes wat dingetjes doen. En nou, dat is echt de planning. Tijd voor de fotospulletjes. Ik heb hier het Holiday Skin Bronze en Glow paletten. Dus die ga ik proberen van Catrice. Dan heb ik hier van Fab Factory nog een heel leuk paletje. Of zal die paletje. En ik heb hier 3 Lash Princess eyeliners van Essence. En die ga ik ook eventjes allemaal doen. Ze zien er ook super leuk uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit gaan zien. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Zo, ik ben klaar. Ik heb de foto's gemaakt. Ik merk wel dat de pijn iets meer toeneemt, maar ik voel ook nu mijn oor weer heel erg. En ik weet dat die pijn met elkaar in verband staat. En ik had ook een beetje last van mijn keel. Dus misschien dat er nu toch een flinke verkoudheid aan zit te komen. Ik weet het niet. Ik wacht het wel af. Ik denk dat ik misschien nog even een aspirintje neem straks. Het is inmiddels weer keihard aan het regenen. Het begint ook goed te waaien. Ik heb al eventjes de televisie aanstaan, want Ajax is op de gratis zender, wat heel fijn is. En er is het nu nog even naar NEC Volendam te kijken. En ik zie ook echt letterlijk dat het daar ook echt heel erg regent. En ik zie iemand op de grond liggen en ik snap niet helemaal wat daar de bedoeling van is. Want het heeft te maken met een trap die genomen gaat worden. En deze trap is voor... Ja, dat weet ik niet. Volendam, dus Volendam heeft dan gewonnen. Maar goed, zometeen begint de voorbeschouwing van Ajax. Dus ik vind het wel fijn dat het een keer weer op de gratis zender is. Ik heb mijn nagellak eventjes afgehaald. Dus dan kan ik vanavond weer eventjes een nieuw kleurtje erop doen.
Ik ga straks in ieder geval even lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even Hudson en Rex kijken. Daar moet ik echt even mee verder, want daar loop ik ook heel erg mee achter. En om 8:30 heb je niks wat ik leuk vind. Dus dan kan ik dat mooi kijken. En dan ga ik daarna weer Alberto Stegeman kijken. En dat leek me wel heel pittig hoor, om dat te zien. Maar ja, ik vind de confrontatie altijd wel goed. Ik ga sowieso nog even een spelletje doen. En ga ik mijn foto's bewerken. Misschien alvast een thumbnail voor de video van dinsdag maken. En dan ga ik mijn serie kijken op Netflix. Dan nog eventjes zien mij graag. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En ja, ik ga nu ook stoppen met praten. Want het doet me heel veel pijn als ik praat hier. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat ik het met een aspirine weer eventjes een beetje onder controle krijg. Maar jullie horen morgen wel even hoe het dan met me verder gaat. Ik heb het idee dat er iets aan zit te komen, maar ik hoop wel niet. Maar goed, ik zie jullie in ieder geval morgen, want ik ga me klaarmaken om naar Ajax te kijken. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag en het is 6 november. Ik ben klaargemaakt en heel misschien kun je het aan me zien. Nou, nu niet, mijn muisje zit ervoor. Deze kant van mijn wang is weer opgezet. Ik zie het zelf in de spiegel omdat deze dikker is dan de ander. Ik weet niet of het op camera opvalt. Ik heb namelijk weer zo'n ontsteking in mijn wang. En als je mijn vlogs langer volgt, dan heb je kunnen zien dat ik dat een tijdje geleden ook al had. En dat ik daar een beetje last van had. Toen ben ik naar de huisarts geweest. En toen ging, hij zei ook, het gaat vanzelf alweer over. Maar dat betekent wel dat ik er nu weer last van heb. Het is voornamelijk heel lastig met eten, want als ik ga eten, mijn mond kan niet weer open. Verder dan dit gaat het niet. En praten vind ik wat moeilijk. Maar ja, ik hoop dat het binnen een paar dagen over is. Want ik heb gisteren bijvoorbeeld er heel lang gedaan over mijn avondeten. Dat is op zich niet heel erg, ik ben toch alleen. Er is niemand die tegen me zegt, eten is door of zo. Gaat ook niet, want ik kan niet sneller. Maar het is wel weer heel vervelend dat hij nou toch in korte tijd weer terug is gekomen. Ik mag het zelf een beetje masseren, zeg maar, in de hoop dat het loskomt. De vorige keer heeft het een weekje geduurd, dus ik ga ervan uit dat het nu ook alweer zo zal zijn. Ja, en mocht het echt vaak terugkomen, dan wil ik toch wel weer een keer terug naar de huisarts. Maar voor nu is het niet nodig, omdat ik gewoon precies weet wat het is. Maar dat is een beetje lastig, omdat ik gisteren dacht dat het mijn kaak was. Maar het is dus gewoon toch weer die wang. Ik ben verder ook gewoon een beetje verkouden. Ik ben aan het niezen en zo. En ja, een beetje last van mijn oren, een beetje last van mijn keel. Dus er zit wel een verkoudheidje in, maar hij zet hem niet echt door. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Hudson en Rex. Dat was een hele mooie uitzending. Daar heb ik echt van genoten. Na Alberto Stegeman en de cover in Nederland. Dat vond ik wel heel heftig, want dat ging toch weer over twee relatief oudere mannen die dus jongere kinderen benaderden voor allerlei dingen. Wat strafbaar is. Dat ging dan toch wel over seksuele dingen. En hij betaalde die meisjes bijvoorbeeld heel veel geld. En ja, dat was allemaal niet goed. Dus hij heeft beide mannen geconfronteerd. Bij de ene man was zijn vrouw er ook bij. Die wist van niks. Dus dat was best wel heftig. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb ze dit kleurtje gegeven. Het is paars. En dat is een lakje die komt bij de Vibra vandaan. Van Delia. Ik weet niet of er een naam op staat. Maar het is dit kleurtje. Ik zal even kijken. Ik zie zo geen naam staan, maar ze zijn echt heel goedkoop. Ze zijn €1,49 en ik vind het een superleuk kleurtje. We gaan natuurlijk kijken hoe lang het blijft zitten, maar voor nu vind ik het er leuk uitzien. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet er geloof ik nog even eentje, maar dat is echt nog heel weinig werk. Dan kan ik daarna, toen heb ik daarna alvast een beetje gewerkt aan de thumbnail die ik moest maken voor het video van morgen. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, vanavond de allerlaatste uitzending. Ik ben heel benieuwd hoe het nou uiteindelijk eindigt. Want ook te kijken wordt tot het laatste moment eigenlijk in spanning gehouden. Daarna nog even zien mij graag. Toen ben ik lekker naar bed gegaan mijn boek te lezen, maar ik was gewoon een beetje moe, ik weet het niet. Vergeet het belangrijkste, ik heb natuurlijk gisteren nadat ik de vlog afsloot naar Ajax gekeken. Hele spannende wedstrijd. 4-1 gewonnen. Ajax is back. Ik voel het. Ik was zo blij met de resultaten. Je ziet ook gewoon dat de spelers een stapje harder lopen voor deze trainer. Ik vind ook dat hij het goed doet. Dus ik ben heel tevreden. Dus zo sta je in een week tijd van 18e, 11e. Dus dat is wel heel knap. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ga jullie vandaag meenemen bij het maken van koelers. Want ik ga koelers maken. Ik
heb de voorbereiding al een beetje gedaan. Het snijwerk en zo, dat heb ik wel voor jullie gevlogd. Dat zal ik jullie ook laten zien. En dan neem ik jullie straks mee als ik het echt daadwerkelijk ga maken. Alleen ik heb de uien in de koelkast staan. Ik heb nu wel het idee dat alles naar de uien ruikt. En ik ben er niet helemaal weg van. Maar goed, het hoort in dat recept. Dus dat ga ik doen. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker aan de gang. Dan neem ik jullie daar straks in mee. Pruttelt lekker hoor, dus dat wordt wel weer lekker. Die gaat nog even een paar uurtjes door pruttelen, maar zo is het resultaat geworden. Zo, klaar. Ik heb de kat net eten gegeven, alles is weer schoon. De douche, de gang, de kattenbakken. Nou, de koeler staat op, dat hebben jullie kunnen zien. Ja, dat komt wel goed. Ik merk nu wel dat de pijn meer opspeelt. Dus ja, praten doet echt wel heel veel pijn. Mijn was die draait nog. Ik hoop dat die straks klaar is. Dan kan ik die nog even verwerken. Ik ga zometeen in ieder geval even lekker relaxen. Want ja, met die pijn, dat voelt gewoon niet fijn. Dus ik wil gewoon even lekker op de bank. Vanavond ga ik gewoon kijken naar Chateau Meiland. En ik denk nog even een game doen. Ga ik de video van morgen in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. Thumbnail maken. Dan ga ik de allerlaatste aflevering van de Netflix serie kijken. Heel benieuwd naar. Daarna nog even zien mij graag. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen.
Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want het praten doet nu zoveel pijn dat ik eigenlijk niet heel veel meer te vertellen heb. En ik moet ook de batterij op de oplader leggen, dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 7 november. Ik ben klaargemaakt. En ik open nu de vloer, want ik sta echt op het punt weer een niesaanval te krijgen. Mijn andere oor doet inmiddels ook pijn, dus ik heb het idee dat ik ook heel erg dicht zit en vol zit. Ik kan verder nog wel ruiken en zo, maar ik merk wel gewoon dat ik echt verkouden ben. Ik sprak gisteravond mijn moeder en die zei ook, zo, jij klinkt goed verkouden. Ik zei, ja, ik voel hem wel. Het kan nog erger, denk ik. Ik bedoel, volgens mij klink ik nog redelijk normaal, maar voor mijn gevoel klink ik ook een beetje nasaal, omdat ik het gevoel heb dat ik heel vol zit. Toen zei ze al over die oren, zou je niks bij de drogist kunnen halen? Ik zeg, nou, ik denk het niet. Ik heb hier weer zo'n klein vliegje vliegen. Normaal gesproken, ik heb vroeger toen ik kind was, heb ik heel vaak oorontsteking gehad. En dan kreeg ik heel vaak van die oordruppels. En dan, ja, dan ging het uiteindelijk wel weer weg. Maar dat was ook echt wel verschrikkelijk. Dan moet het natuurlijk ook... Dan zou er een ontsteking moeten zitten. En voor mijn gevoel zit die er niet echt. Ik heb er gewoon last van. Ik weet gewoon zodra het weer wat kouder wordt, dat ik gewoon last van mijn oren krijg. En nu ook in combinatie hier met die kaak. Want als ik het aanraak, het doet zo'n pijn. Dus het kan beter. Maar goed. Die goulash was wel heel lekker, moet ik zeggen. Alleen het eten was gewoon zo moeilijk. Omdat ik dus die mond bijna niet open krijg. Dus dat is wel echt heel lastig. Maar ja, dat is wat het is. Gisteravond heb ik gewoon een goede tijden gekeken. En daarna weer naar Chateau Meiland. Was wel weer leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Mijn keel doet ook zeer. Dus praten is ook niet zo lekker. En toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. Heb ik mijn blogpost geschreven. Dan heb ik de allerlaatste aflevering van de serie gekeken op Netflix. Het is echt een aanrader. Pacto de Silencio heet die. Ik vond hem echt heel erg goed. Dus ik vond het echt een hele goede serie. Dus ik ben echt super... enthousiast wel over. Ik ben er nu ook doorheen. Dus vanavond ga ik verder met Terzi. Want hier is een nieuw seizoen van online gekomen. Laatste seizoen. En daarna heb ik nog even... Zie mij graag gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Maar ik merk ook gewoon dat ik wat vermoeider ben. Doordat je jezelf niet helemaal fit voelt. Ik merk ook alleen wel dat nu de koelkast heel erg ruikt naar de uien, omdat ik die koelers heb gemaakt. En ik ben niet echt dol op uienlucht. Ik word er niet heel blij van. Dus die moet eigenlijk ook nog even gedaan worden. Verder ga ik vandaag video opnemen en even duim in de been. Dus het wordt verder wel een rustig dagje. Daar heb ik op zich ook wel zin in. Want ja, als je niet helemaal fit voelt, heb je ook niet zo heel veel zin om heel veel te doen. Maar ja, het moet toch wel een beetje gebeuren. Dus ik zal jullie straks even meenemen met duim in de been. En dan ga ik zo eerst even de video opnemen. Dus dat is voor nu de planning. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen, maar ik moet zeggen, het opnemen van de video viel een beetje zwaar, omdat ik dus last heb van mijn keel. Dus ik merk wel dat ik het praten een beetje lastig vind. Dat was even lastig, want ik heb ook gelijk de boekenvideo maar opgenomen. Want ik denk, ja, dan staat die er ook gewoon alvast op, en dan is dat ook gewoon klaar.
Dus ja, op zich... ja, het is allemaal wel gelukt, maar het viel gewoon allemaal een beetje zwaarder. Maar goed, ja, dat hoort er soms een beetje bij, weet je. Ook als je niet zo lekker bent, het gaat wel gewoon door. En ik ben iemand, ik ben wel heel trouw. Ik wil dan gewoon evengoed ook gewoon een zaterdag video hebben. Ook al voel ik me niet helemaal topfit. Maar nou ja, goed. Het komt vanzelf wel weer goed. Daar blijf ik ook wel mee. Ik heb nog wel even lekker diamond painting gedaan. Ik heb niet de twee rijtjes helemaal vol gekregen. Maar dan ga ik de volgende keer gewoon even mee verder. Want ik merk gewoon dat ik ook een beetje slang ben. Ik word een beetje traag. En ja, het gaat allemaal even... Ik doe alles gewoon in een wat slomer tempo dan ik normaal doe. Normaal vlieg ik er doorheen en dat lukt gewoon niet zo goed. Maar goed. Ik ga soms in ieder geval eventjes lekker onder een kleedje relaxen op de bank. Want daar heb ik even zin in. Oh, foei. Ik merk ook gewoon... Ik heb even zo'n inkakmoment. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou ja, eten, lekker eten, dat weet ik niet. Want ik kan bijna niet zo goed eten. Maar goed, we doen weer een poging. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden. En daarna weer Politie Rotterdam. Vind ik altijd wel mooi. Ik ga nog even een spelletje doen. Ik moet nog wel even een was klaarzetten. Die moet vannacht dan draaien. Want dat doe ik altijd met de handdoeken. Omdat mijn wasmachine, die duurt heel lang met handdoeken. Dus daar heb ik niet echt een hele goede stand, zeg maar. Dat die wat korter duurt. Ik heb niet een hele luxe wasmachine. Als die ooit kapot zou gaan, zou ik wel voor wat luxere gaan. Maar goed, ik heb in ieder geval een wasmachine. Dat is het belangrijkste. Dus die wil ik nog wel even klaarzetten. Ik ga mijn vlog afmaken. Video of foto's bewerken voor een blogpost. Dan ga ik beginnen met Tersi, dus op Netflix. En dan ga ik nog even zien, maar graag kijken. Dan ga ik lekker naar bed om even mijn boek te lezen. En dan denk ik dat ik ook heel snel weer vertrokken ben. Want ik merk wel, nu ik niet helemaal fit ben, dat ik ook wat meer moe ben. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!